Als je drugs gebruikt, kun je gaan hallucineren. Maar ik ben benieuwd of het ook lukt zonder drugs. Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Oké, ik ga niet roken, ik ga niet drinken, ik ga geen pillen slikken en toch ga je mij laten hallucineren. Hoe dan? Heel simpel. Ik zet je in deze black box en dan laat ik je even met rust. Maar voordat ik daarin ga, hoezo ga ik hierdoor hallucineren? Deze box is helemaal geluids- en lichtdicht gemaakt. De reden dat je kan gaan hallucineren, dat heeft alles te maken met de manier waarop je de wereld om je heen waarneemt. Grofweg kan je dat in twee delen indelen. Het bottom-up waarnemen, informatie vanuit je zintuigen naar je hersenen toe. Informatie uit je ogen gaat bijvoorbeeld naar je visuele schors. Het andere deel van het waarnemen heet top-down waarnemen. Dat is waarnemen vanuit je hersenen zelf. Je hersenen vullen continu informatie aan, op basis van eerdere ervaringen, op basis van je geheugen, op basis van hoe je op dat moment voelt. Dat tezamen, die top-down en die bottom-up, dat maakt dat je continu de wereld om je heen waarneemt. Nou, op het moment dat je de bottom-up informatie wegneemt, en dat is wat we in deze doos doen, je hoort niks en je ziet niks, dan krijg je hersenen vrij spel om die waarneming wat meer zelf gaan invullen. En dan kan je gaan hallucineren. Oké, en hoeveel uur ga je mij daarin stoppen voordat ik ga hallucineren? Nou, laten we maar een minuutje of 30 proberen. 30? 30, okay. Is dat oké? Ja. Er zitten oordoppen en een koptelefoon bij om zeker te weten dat je niks hoort zometeen. Ja. Dus die mag je indoen. Wat doe je? Oké, ik zie echt helemaal niks. Ik hoor mijn eigen ademhaling. En mijn hart bonkt een beetje in mijn keel. Heel raar gevoel dit. Evelien zit nu in die zwarte doos. En ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Maar ik weet wel wat er zou kunnen gaan gebeuren. En dat weet ik op basis van een aantal experimenten die zijn gedaan in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Die experimenten waren zacht gezegd dubieus en erg heftig. Mensen werden namelijk helemaal ingepakt, zodat ze niks meer konden horen, niks meer konden zien, niks meer konden voelen. En dat gedurende een periode van soms al een aantal dagen. Gelukkig voor Evelien pakken we het nu een stuk vriendelijker aan. Maar op basis van, nou ja, van die experimenten kunnen we wel zeggen wat ze mogelijk zou kunnen gaan zien of horen. En dat heeft te maken met de manier waarop de hersenen minder informatie binnenkrijgen. Als eerste gaan de primaire visuele hersengebieden merken dat er te weinig informatie uit de buitenwereld komt. Daardoor kun je kleuren gaan zien, licht of donker verschillen. Je kan uit die documentatie over die studies ook opmaken dat na verloop van tijd wat mensen zagen steeds complexer begon te worden. De invulling daarvan is behoorlijk persoonlijk, dus voor Evelien kan ik dat niet voorspellen. Maar om maar een greep uit het oude onderzoek te doen, hebben mensen soms zelfs een hele rits eekhoorntjes gezien die met kleine knapzakjes tevreden naar de evenaar stapte. Ik laat Evelien hier nog even zitten. Ik ben heel benieuwd wat zij allemaal gaat meemaken. Tijd zit erop. Dat is fel. Zeg, vertel. Hoe was het? Nou, leuk. ik heb twee dingen meegemaakt. Eerst zag ik alsof ik in een bos liep. En het was een beetje blauw daarboven, alsof je de lucht ziet. En als ik naar beneden keek, zag ik hetzelfde, maar dan was het een soort vijver. En daarna zag ik sterretjes. Maar echt sterretjes. Ben ik nu geslaagd? Ja, nee, zeker. Ik ben blij verrast. Je weet nooit van tevoren wat er precies gaat gebeuren, maar je hebt zo te zien daar een hele hoop gezien. En kan ik dit nou ook gewoon doen zonder een half uur in een doos te gaan zitten, maar gewoon met wat paddo's? Dat kan, het is wel weer net wat anders. Als je in zo'n doos staat, dan nemen we alle informatie uit de buitenwereld tijdelijk even weg. Terwijl als je paddo's gebruikt of LSD of een stof die erop lijkt, dan voeg je een stofje aan je hersenen toe. Door dat stofje gaan hersengebieden anders met elkaar communiceren. En als gevolg daarvan verandert je waarneming wel. Je kan kleuren anders gaan zien of kleuren veel intenser meemaken. Je kan dingen die normaal stilstaan ineens gaan zien bewegen. Je kan dingen veel groter of juist veel kleiner gaan zien. En op die manier verandert je waarneming. Oké, dus psychedelica die voegen allerlei dingen toe aan mijn waarnemingen. En hier neem je juist alles weg. Ja, maar allebei zijn wel voorbeelden van hoe je hersenen zelf informatie kunnen aanvullen. Je kunt dus prima hallucineren zonder drugs. Ik ga even bijkomen en dit was het lab.
Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je je hier abonneren. Hier. En wil je meer wetenschap? Klik dan hier.